La Trappe is het bier van werken en bidden. Het bier van de stilte. La Trappe is trappistenbier. Dat betekent dat wij ons houden aan de regels van de internationale vereniging Trappist. Volgens die regels moet het bier aan drie voorwaarden voldoen om de naam trappistenbier te mogen dragen. In deze film leggen wij uit hoe deze drie voorwaarden een rol spelen in onze abdij en brouwerij. Ora et labora, zei Benedictus. Bid en werk. Benedictus' leefregel schrijft voor dat monniken een leven van stilte en contemplatie leiden. Een biddend bestaan. Daarnaast schrijft hij voor dat monniken zelf in hun levensonderhoud voorzien. In ons leven als monnik wisselen wij bidden dus af met werken. Om 4:30 's ochtends beginnen wij de dag met gebed, lezing en stilte. Daarna gaan we aan het werk. In de bakkerij, de chocolaterie, de jammakerij, de brouwerij, de kloosterwinkel en het gastenhuis. Iedere 3-4 uur komen wij bij elkaar voor gebed. Tot aan de complete. De dagsluiting om 7:30 's avonds. Een vast ritme van 8 uur bidden, 8 uur werken en 8 uur rusten. Jaar in, jaar uit. Eeuw in, eeuw uit. Onze huidige abt, Don Bernardus, zei een keer: de brouwerij laat zien dat aarde en hemel niet zonder elkaar kunnen. Dat klopt helemaal. Zonder de abdij geen brouwerij. Zonder de brouwerij geen abdij. Dat is de eerste voorwaarde voor echt trappistenbier. Het bier is gebrouwen binnen de muren van de abdij, waar wij niet alleen werken, maar ook bidden. La Trappe staat voor traditie. Broeder Isidorus ontwikkelde in 1884 de receptuur die we nog steeds gebruiken. Dat betekent allereerst dat we alleen natuurlijke ingrediënten gebruiken. Het water komt van onze eigen bron op 150 meter diepte. Trappistenbier heeft zijn speciale smaak te danken aan een tweede gisting. We voegen namelijk bij het bottelen nog wat suiker en gist toe. De flessen gaan 3 weken naar een warmtekamer voor de tweede gisting, waardoor extra alcohol en extra smaak ontstaat. De typische smaak van La Trappe.
Bierbrouwen blijft een ambacht. Als monniken zitten wij er met onze neus bovenop. Dat is de tweede voorwaarde voor echt trappistenbier. De derde voorwaarde om de naam trappistenbier te mogen dragen is dat een deel van de opbrengst aan goede doelen wordt besteed. Ook dat maakt ons bier tot echt trappistenbier. We denken dat je dat kunt proeven. Trappistenbier is bier met een hart. La Trappe is geen gewoon bier. La Trappe is het bier van werken en bidden. Het bier van de stilte.